We moeten totaal anders gaan nadenken over economie. De afgelopen crisis, maar ook de globale problematiek van structurele armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, heeft ons genoodzaakt om opnieuw naar economie te kijken. De kern van mijn verhaal is dat in de economie gaat het om welzijn, niet om welvaart. Het individualisme in de economie heeft te veel nadruk gekregen. Welzijn betekent het vervullen van de menselijke behoeften en prioriteiten op een manier die mensen zelf wensen na te streven, maar in relatie tot anderen en tot je leefomgeving. We kunnen mensen niet als een Robinson Crusoe zien. Mensen staan altijd in relatie tot anderen en hun omgeving. En we hebben dit perspectief van welzijn nodig om de economie beter te begrijpen. Als we dit accepteren, dat welzijn centraal staat in economie en niet welvaart, gaan we ook anders kijken naar economische aggregatieprocessen. De verbinding tussen micro- en macro-economie wordt niet goed uitgelegd door economen. Op dit moment zijn economen als Joseph Stiglitz bezig met bijvoorbeeld agent-based modeling om beter te kunnen verklaren welke transformaties er plaatsvinden van micro naar macro. Een uitgangspunt in die modellen is dat economische agents zijn heterogeen. Ze zijn niet allemaal hetzelfde. Dat is het enige uitgangspunt. Voor de rest wordt er via proberen, trial and error, geprobeerd te verklaren op willekeurige wijze welke patronen we zien die dat transformatieproces kunnen verklaren. Ik wil nog verder gaan dan dat agent-based modeling. Ik denk dat we opnieuw moeten kijken naar hoe definiëren we agency in economie. Daarvoor hebben we niet alleen psychologie nodig, rol van instituties, maar ook dit begrip van mensen in relaties tot anderen. En we moeten ruimte geven aan subjectieve analyse in economie. De economische besluitname hangt niet af alleen van relatieve prijsvorming. Mensen maken besluiten in relatie tot hun prioriseringen ten aanzien van anderen, niet alleen ten aanzien van hunzelf. Daarnaast maken ze prioriseringen ten aanzien van huidige, toekomstige en wellicht besluiten die genomen zijn in het verleden. Dus er zit een tijdsdimensie in. En tenslotte maken mensen onderscheid tussen hun eigen welzijn en tussen het collectieve welzijn. En daar kunnen trade-offs plaatsvinden. Op die drie manieren denk ik dat wij naar welzijn moeten kijken in economie en tot een beter begrip van economische besluitnamen en uitkomsten kunnen komen. We moeten op een andere manier kijken naar economische groei. Er worden op dit moment andere indicatoren ontwikkeld die alternatieve aspecten van economisch functioneren beoordelen. Duurzaamheidsindicatoren, indicatoren van gelijkheid, indicatoren die met economische stabiliteit te maken hebben. Landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, OECD-landen zijn al op verschillende manieren bezig om die indicatoren te ontwikkelen. Dat zijn indicatoren die economische uitkomsten beoordelen, maar we moeten dit terugdenken naar wat dit betekent voor economische processen. Hiertoe moeten economen veel meer samenwerken met andere sociale wetenschappers, met natuurwetenschappers, om hun economische modellen opnieuw te bezien, nieuwe economische modellen te ontwikkelen, nieuwe variabelen inbouwen, maar ook nieuwe vragen te stellen. En hier kom ik tot de studenten in de economie. Als ik kijk naar hoe economiestudenten op dit moment worden opgeleid, is het vooral de econometrie die belangrijk wordt geacht. Maar de vragen
achter een model de problemen waar we nu mee te maken hebben in de wereld, daar wordt te weinig over nagedacht. En ik vind dat we onze studenten daarin veel beter moeten trainen.